Yo, ik ben Christian en vandaag gaan we Euro Truck Simulator 2 spelen. Ik heb zin in, ik hoop jullie ook. En we gaan weer lekker rijden. Klinkt trouwens wel heel standaard. Ik moet echt iets nieuws verzinnen. Yo mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En vandaag gaan we Euro Truck Simulator spelen. En we zijn helemaal vanaf Genève naar Finland bijna gereden. En we gaan nu gewoon de laatste meters, kilometers afmaken. De laatste keer dat we de auto terug gaan sturen. Dan moeten we ook 360 kilometer, een beetje aanwezig met schatten. We gaan nu zo de boot op. We zijn de vorige keer in Estland, in het noorden van Tallinn, gestopt. Helsinki staat aangegeven, maar we gaan volgens mij niet naar Helsinki. Even kijken. Check-in. Opa, pas op. Pas op. Even kijken hoe we de boot komen, want het is nog even een stukje rijden. We zijn nog met 350 kilometer van 6 uur. Oh, kijk. Links, Helsinki. Ik ga het in de kerk zo maken, zo ik nog hoger doorrijden. Nee, ik moet een ticket kopen. Wacht. Nog een boot op je door. Ik heb al een keer de verkeerde boot gepakt, dus ik hoop dat ik nu niet weer de verkeerde boot pak, maar dat ga ik vanuit van niet. Oh nee, kijk, we gaan nu met de boot naar Helsinki, 204. 430 euro, maar volgens mij moest ik dat zelf betalen. Dus eigenlijk hadden we nog een optie vanaf Tavermühle naar Helsinki te varen, maar ja. Volgens mij als ik nu, kijk, dat is 30 uur. Dat kost 1500 euro, op zich maakt het toch niet uit, ook qua benzine. Nou ja, nu hebben we een meer avontuurlijke reis gehad. We moesten nog 229 kilometer in mooie Helsinki. We lopen in Finland en we gaan echt precies rennen, want 5 uur slapen en om 5 uur slapen en tegen 3,5 uur rijden. Dus we zijn tegen kort overzien in Helsinki s'avonds. Dus hoe heet die stad ook weer? Lahti. Oké. Goed, ja. Hoppa. Op naar Lahti. Hoppa, oh goed. Oh. Ik ga het rustig schrijven en ja. Het komt wel goed. We zijn gewoon de laatste 230 kilometer van gewoon 3000 kilometer rijden. We zijn er straks. Ik heb maar 4% schade gekregen. Het is wel knap voor mij. Hier naar rechts. Fucking ben ik echt in Finland te helpen. Dat is gewoon de laatste 227 euro. Ik wil echt straks 60.000 euro erbij. 65.000. Ik ben wel echt richting de ton hoor. Mijn boot staat daar.
Hoppa. Nou, Nick, die moet ook weer een van die rijshots hebben. Zo. Pam, pam. Ik ben echt zo fucking blij dat we er bijna zijn. Hoppa. Oh. Afremmen. Ja, het is gewoon links naar mijn tram. Ja, dat was zo. Ja, dat was een voorgaan. Hè? Rijd door rood. Maar dat ging niet door. Ik doe niet door rode rij. Ik zat te kijken naar die tram. Sorry jongens. Hier stel je teleur. Nee, maar. Kijk op die nu naar links. Hoppa, de snelweg denk ik wel. Nee, het is geen snelweg. Ik denk een andere weg in Helsinki. Achteraf had ik toch beter met de boot kunnen gaan, of de avondje, maar ja, ik was al in Polen en toen kwam ik er pas achter. Misschien moet ik voor het eerst even checken, als straks misschien als ik terug ga, ik moet weer een vracht afleveren ergens in Duitsland of zo. En bij de volgende aflevering, dan, ja, dan is het misschien toch eerst even handig om heel even te checken waar ik naartoe ga. En of dat ook een bootverbinding mogelijk is, want... Dat scheelt veel meer. Nu heb ik echt dagen afleveringen gereden. Voor, ja. Voor dit. Nou ja, als nog twee minuten heb ik gewoon leuke video's gemaakt. Ik moet zeggen dat ik dit zeker niet lekker snel van. Nederland zal het nogal ver zijn, dus. Ja, mensen zijn er gewoon heel ver van huis. Ik moet in één keer voor paf even in Rusland maken. En dan hadden we het wel. Rusland is van hier van de ook heel ver, hè? Rusland is daar zo'n pad. Nou, dan mag je wel 20. Maar dan ben je officieel weer op de snelweg na een paar dagen. Nou ja, alleen hier, deze gaat heel erg apart. Ja, ik ben nu 82. Ja. 90 rij, nou hoppa. Oh, we gaan weer gelijk sneller af, jammer. Ik dacht, we gaan gewoon het lekkerste leuke stukje over de snelweg. Ja, we gaan anders sneller op misschien. Oh, we gaan toch al vanaf. Ja. Misschien gaan we straks nog snel van, dan moeten we nog wel 80 kilometer. Het vliegveld. Hoe heet dat dorpje ook of die stad? Lati. Volgens mij staat die geworden. Ik denk dat we heel dichtbij zijn, of van Zwitserland hier naartoe rijden. Maar ik denk dat we bijna Lati zijn. Maar we zijn toch niet ontzettend. Oh, dat was een boete. Ik kreeg 10 km per uur. Ja, dan ga je toch wel even sneller van de hele tijd. Waarschijnlijk mag je een contact van de baby. Ik vind het niet raar dat je 80 moet, terwijl je eigenlijk, ja. Ik merk wel, met als ik met verkeersboetes rijd, dan let ik wel veel meer op en dan maak ik minder ongelukken. Dan rijd ik minder ongelukken.
jij die ene man uit Zwitserland bent die achter je gaat rijden en dan de hele tijd in alles naar beneden ook een snelheid, dat ze dan een dikke boete geven. Dat is toch ook helemaal nergens. Ik heb ook op mijn 6200 km voet en mijn 6300 transponder. 6292. Die vervoerd me. Het is wel echt 5 sterren hoor. Hoppa. We moeten straks de snelweg af. Hé, hey, Lattie staat aangegeven. Lattie staat op de borden. Yes! Oh my god, daar heb ik geluk. Ik ga gewoon zo blij dat Lattie eindelijk op de borden staat. Dat betekent gewoon dat ik gewoon al niet naar mijn tijd erbij heb. Gewoon eindelijk straks ben. Ja. A4. A denk ik of ik denk dat hier ook A heet. Dus ga ik wel vanuit. Knippen. Tyfus! Ik denk dat we een probleempje hebben, want we zitten nu. Oh mijn god, echt. We zitten op zijn kant. Hoe lang is het? Oh, ik moet helemaal naar Helsinki weer worden gebracht. En dan moet het hele stuk ook weer terug. Nee! 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 In één keer is die vracht weg. What the fuck? Nou jongens, ik ga jullie vertellen, ik ga nooit meer iets via World of Trucks doen. Ik zou letterlijk dit hadden kunnen doen. Dit ging echt zo makkelijk. En in één keer. We moeten nu een nieuwe kracht aannemen en we gaan deze doen. Ja. We gaan naar de nieuwe vracht toe rijden. Oh shit. Oh, ik vind het zo kut. Dat was ook niet even van tevoren gemeld ofzo. Ja, nee. Ik vind dat World of Trucks helemaal niks. Maar het was gewoon niet van tevoren gemeld ofzo dat dit kon gebeuren. Ik reed nog iets hard door de bocht en in één keer, ja. Kijk, nou, ik moet er even kijken. VU37. Maar gelukkig kan ik nu wel om de bank met snelheid. Dus dat is wel mooi, want dan kunnen we heel even wat tijd gaan inhalen. We lopen qua tijd heel erg achter. Maar we gaan nu helemaal naar Italië. Dat komt omdat World of Trucks niet werkt, maar nu doen we niet veel World of Trucks. Officieel gewoon voor niks gereden.
helemaal gewoon naar zijn kabine. Dus we hebben geluk met een vrachtwagen vrij helemaal naar Italië voor 87.000 euro. En dat gaat ook wel weer goed maken, denk ik. Tot na de gewoon een paar afleveringen bijna de prullenbak in had kunnen gooien. Ja, ik ga ze gewoon wel uitbrengen, maar tenminste, dat zien jullie wel. Maar ja, het was al veel mooier dan gedacht. We zijn gewoon van hem voor niks. Voor 0 euro gewoon, ja. Ik ben niet echt te spreken door boel of trucks. Maar nee, ik moet hier al naar rechts. Waarom doe ik dit? Ik zit even niet in mijn gedachten, jongens, omdat ik echt helemaal gek ben. Je reed gewoon helemaal van Zwitserland helemaal niet naartoe voor niks. Maar de komende 3 afleveringen gaan we dit goed maken, want we gaan naar Italië rijden. Weet ik wel niet hoe lang naar Italië rijden is. Haast. Oh, sorry. Hij rijdt van mij niet echt van Safari. Ja, ik heb even Nick een beetje moeten terugspoelen. Daar staat hij net begin 2600 kilometer. Nou ja, het is gewoon zonde. Het is gebeurd. Ik heb nog een paar dagen gewoon voor niks naar geld uitgesnakt. Nee, ik kan nu wel harder dan 90, dus ik echt chillen. Alleen wordt nu spannend, want we moeten wel deze route via de Alpen doen. Van niks gereden. Ik heb 69 kilometer. Dus ik ben sneller weer op mag, want nou, dit is trouwens wat voordeel, want ik ga nu wel richting Italië weer terug. Het was weer leuk, Charlie. Ik heb het echt vanzelf gevonden, maar ja. Volgens mij moet je ook wel weer terug naar Estland. Welk land zit dat? Het zit wel in Estland. Het zit wel vlak bij de Letse grens. Ik kom niet van de grens van Letland. Ik zat nog aan te denken om de boot. Ik denk dat het niet helemaal handig is. Gewoon weer een heel stuk naar de snelweg toe rijden. Dat is echt het laatste wat ik zie in dat. Nu hebben we gewoon de kans van 0 dat wij dit kunnen. Ja, ik ga nu even een beetje harder doen. Ik ga naar Letland, ga ik dit echt niet durven, hoor, zo hard ik dan rijden. In de Estland ga ik gewoon Letland krijgen wij niet van de boot doen. Ik ben nooit aan mijn blut. Terug richting het hele mooie Italië gaan we. Ik hoop dat trouwens die vlag niet zo zwaar is. Net acht. Dan weet ik wat chill bij. Dat is ook weer een beetje wat ik denk. Ik denk dat het wel zwaar is, maar ja, dat gaan we het gewoon proberen. Ik moet de politie tegen richting, dus ik weg.
expres op over de snelheid. Ik wil een beetje aan de tijd zijn. Ik weet dat ik hier de weg op de niveau van ja, dat heb je niet zien. Als ik echt boven de 40 naar huis van Nederland, dan ben ik voor het rijbewijs gehad. Dan ben ik de laatste paar honderd meter. Dan wil ik waarschijnlijk wel even vandaag nog de ledlamp doorpakken voordat die moet gaan slapen, de chauffeur. Ik ga nu echt richting Deathland toe, dus in ieder geval gaan ze natuurlijk de Deathland in nog. Ik geef niet echt een goed voorbeeld, maar ja jongens, moeten even. Ja, als het moet, dan moet het. Maar we hebben gewoon haast. Ik vind dat steeds echt super erg wat er is gebeurd. Maar jongens, we gaan nu naar Italië zo. Ik sluit deze video nu af. Toen die deze video was leuk, maar doe even zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. Abonneer je gewoon op dit kanaal. Volg ons even op Twitter en sowieso. Druk ook even het belletje. Er staat mijn link in de beschrijving. Instagram voor mij heb ik ook even Instagram. En dan zeg ik tot volgende week en tot de volgende keer. En dan zien jullie hoe ik afrij richting Letland en Italië. Tot de volgende aflevering. Later. Vond je deze video leuk? Mocht u een schroom op blauw duimpje omhoog. Abonneer hieronder op dit kanaal. Volg ons op Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat en TikTok. En dan gaan we gewoon. Ik heb zin op jullie ook in de volgende aflevering. Heel erg bedankt voor het kijken. Volg mij op Instagram, Chris Official. Druk even een belletje om op de hoogte te zijn wanneer we een nieuwe toffe video hebben geplaatst. En dan zeg ik tot de volgende aflevering. Later.